Na een wedstrijd in de KNVB Toto Beker. Ik zie een glimlach op je gezicht, maar is er geen sprake van teleurstelling? Ja, zeker wel. Ja, ik denk dat je vandaag als team zijnde hartstikke trots mag wezen wat we gepresteerd hebben. Maar ja, als je dan het begin van de wedstrijd ziet, je merkt gewoon meteen, we zitten er goed kort op. Je creëert een aantal goede kansen. Ja, en dan merk je dat er wat te halen valt. En als je dan zelf zoveel kansen mist, hun maken dan gewoon een goede goal. En dan begin je een beetje achter de feiten aan te lopen. Maar het idee dat er wat te halen valt en je verliest hem dan uiteindelijk, ja, dat blijft zuur. Je komt hier om te winnen en dat is gewoon wel zuur. Maar ik denk dat we achteraf ontzettend trots mogen zijn dat we hier gewoon fantastisch voetbal hebben laten zien met Vlaag. En gewoon ons eigen spel hebben laten zien. En ik heb er geen woorden voor verder. Ja, het is fantastisch. Je zit er nog vol van die wedstrijd en dat is alleen maar goed. Je hebt ook, je praat ook een beetje zoals je die wedstrijd hebt meegemaakt. Daaraan sleuren tot en met. Wat dat betreft zit het conditioneel met jou wel goed nog, hè? Ja, het is, ik ben misschien niet op papier de beste voetballer, maar het harde werk, dat telt ook mee. Dus ik denk wat ik zeg, het is een fantastische teamprestatie. En we moeten denk ik gewoon kop op en op naar de competitie en de beker. Dan gaan we kijken of we daar die gasten nog maar eens even lastig kunnen maken. Dan nog even terug over die wedstrijd van vandaag, want dat was een entourage ook natuurlijk. Zo'n bekerwedstrijd die heb je verdiend door de districtsbeker te winnen. Er lang naar uitgekeken en dan wordt die wedstrijd met 2-0 verloren. Dat is een teleurstelling, maar je was niet de mindere. Nee, ja, wat ik al net in het begin zei, je merkt in het begin, wij zitten er kort op. Misschien dat zij ons een beetje onderschatten wat de andere teams misschien ook deden in de districtbeker. Dus we zitten er gewoon kort op en we geven gewoon alles en we proberen te voetballen. En je merkt dat je dan gewoon kans creëert en echt ook flinke. En het is gewoon zonde dat je die niet afmaakt. Maar goed, ja, soms heb je het mee zitten en soms zit er dan toch even tegen. En tegen, dat kun je zeggen dat het misschien, omdat het in het begin van een nieuw seizoen is, aan scherpte ontbrak. Ja, nou, ik denk dat we zijn de afgelopen 2 weken zijn we wel hard aan het trainen geweest. En misschien dat je toch vorig jaar wel fitter geëindigd bent dan dat je dat nu doet. Maar ik denk dat het vandaag aan de scherpte niet lag bij ons. Want het is misschien wel de grootste wedstrijd uit onze carrière. Nou, geloof me, ik denk niet dat er iemand vanochtend opstond die dacht van we gaan vandaag wel eens even dat Volendam even oprollen. Maar ik denk dat we het fantastisch gedaan hebben. Ik zag voorin, met name, en ook bij jou, maar ook bij Sam, het leek op nervositeit. Dat net die eindpaas net even onzeker was en dat laatste tikkie ook ontbrak. Ja, dat is lastig uitleggen. Je probeert natuurlijk die bal zo goed mogelijk te geven. En misschien is het een beetje nervositeit omdat je het gewoon perfect wil doen. En je wilt gewoon zo graag scoren. Maar dat is lastig maar. Was het misschien te graag willen? Ja, vaak is dat wel zo. Als je te graag wil geven dan, of te goede bal wil geven, geef je hem vaak net te hard. Of, ja. Een mooie wedstrijd hebben we gezien, dat sowieso. In een mooie entourage. Je gaf net al een klein blik vooruit richting de competitie. Dan moet het samen gaan gebeuren op een nieuw niveau, op tweede klasse niveau. Met pittige tegenstanders. Zullen we eens een blik vooruit werpen, Dave? En een kleine voorspelling doen? Nou, ik denk als je ziet wat we vandaag kunnen laten zien. Als we dit vast kunnen houden en we blijven gewoon heel het seizoen weer alles geven met z'n allen. Ja, ik denk, we willen gewoon weer bovenaan meedoen. En we gaan de eerste wedstrijd zien of dat gaat lukken. En een beetje kijken of we het niveau aan kunnen over meerdere weekenden. Maar we komen allemaal om te winnen. Dus ik denk dat we daar gewoon mee door willen gaan.